hebben niet echt, we houden niet van hokjes. En dat is het hele ding met ons. Wij draaien wat wij leuk vinden. En of het nou hard is, of het nou tribal is, of het nou dieper is. Als wij het leuk vinden en we kunnen het overbrengen op het publiek, dan draaien we dat. Dus ja, het is heel moeilijk om ons een bepaalde stempel te geven. Ja, we zijn altijd best wel eigenwijs geweest met ons. Ja. Als iedereen dit deed, dachten wij, nee, dan gaan wij dat doen. Dat hebben we altijd al gehad. Ja. We krijgen vaak te horen dat we een sexy sound hebben. Dat altijd wel goed bewegen en drijven moet zitten. In welk hok zitten we dan? Welk hok? De groove hok. Kippenhok. In principe doen we allebei ons ding. En bijvoorbeeld, we zijn op tour en we zijn een week bezig met zijn laptop. En dan gaan we de studio in. En laat hij horen wat hij heeft. Wat horen. En dan gaan we samen dingen bij elkaar brengen. Het is maar net wie het meest, wie op dat moment inspiratie heeft. Ja, dus zo is het echt. Dat is wel handig om met z'n tweeën zijn. Zoals nu heb ik een beetje inspiratie om iets te doen en dan probeer ik iets te doen in de auto. We gaan nu naar Amsterdam. Amsterdam. En wat leuk, Kingsland, gekke huis daar. To the sound of the underground. The sound of the underground.